Hallo iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op CizoTubers. Mijn naam is SoMilan, oftewel Milan. En vandaag review ik een ballistic tank. Je zou het ook een first impressions kunnen noemen, want ik heb het niet zo urenlang gespeeld of zo. Ik heb het een uurtje of zo gespeeld. Want ja, dan heb je wel een idee wat de game is, want er zijn 4 game modes. Dus een beetje leuke korte potjes. In ieder geval, de gameplay is goed. Het voelt vloeiend. De controls voelen compleet natuurlijk. Echt top. Top notch. Echt goed. De AI kan beter. Ik geloof dat... Ik neem aan dat als je iets beter bent dan ik, dat je echt een beetje echt makkelijk gaat hebben met zelfs de hard. Dat is het moeilijkste wat er op dit moment is. Weet niet of dit de full release gaat zijn. Er stond beta in ieder geval. De graphics... dat zijn natuurlijk gewoon goed. Want ja, je verwacht er niet al te veel van. Maar de special effects en zo zijn goed. En als het goed is, ben ik net vergeten dat de AI in had ik meegemaakt. Dat ze wel eens vast kwamen te zitten achter stukken. Achter muren, laat maar zeggen. Ja, er is dus, zoals ik al zei, niet zo heel veel verschil in. Niet veel variatie. Maar ik heb wel veel plezier in het... spelen. En ik neem aan dat ik er nog veel langer plezier van ga hebben. En dat ik waarschijnlijk nog wel meer content over deze game ga maken. Want het is echt een goede game. Waarschijnlijk ook een keer co-op. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like als je de video leuk of helpend hebt gevonden. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Als je meer video's zoals dit wil zien. Of gameplay video's. Want daar zijn we voorlopig gespecialiseerd in geweest. Maar ik denk dat ik meer reviews ga doen. En dit is wel leuk om te doen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik zie jullie later weer.